kans ook gegrepen, want we moeten even naar zijn theaterprogramma, anders komen we daar niet meer aan toe. Ja, ik probeer de foute brug te maken. Dat theaterprogramma laatste keer heb ik 10 seconden over Shakespeare gesproken. Ja, dat gebeurt me niet nog een keer. Dat was ook lang zat. Ali B. geeft antwoord, zo heet jouw programma. We hebben een aantal vragen verzameld van mensen die jou vragen willen stellen. Want zo gaat het in de praktijk ook. Hè? In het theater praat jij eigenlijk met je publiek. Ja, ik heb een publiek en die stellen de hele voorstelling door vragen. En ik geef antwoord en ik regisseer dat wel een beetje. Dus, ja, en je regisseert het in de zin dat je de hoofdstukken waar ze bijvoorbeeld een vraag over stellen? Van, ja, de hoofdstukken niet zozeer, want dat mogen ze zelf bepalen of we naar een volgende hoofdstuk gaan. Het gaat meer om, ik wil aan het einde van de avond dat mensen kunnen zeggen, we hebben gelachen, we zijn een beetje ontroerd en een beetje geïnspireerd en hebben mooie rapgedichten gehoord. Ja. En als ik, ja, dat moet ik in balans zien te houden. Dus als ik bijvoorbeeld heel diep in de voorstelling zit met veel diepgang, en ik heb zoiets van, we moeten weer even lachen, kun je me nog zo'n diepe vraag stellen met veel diepgang? Ja. Heb ik van Hero geleerd, gewoon een ander antwoord geven. Regisseer het interview. We hebben hier, 9 mensen. En laten we eens beginnen, je ziet ze, met bijvoorbeeld die mevrouw die beneden in het midden onderaan staat, kandidaat nummer 8, noemen we er even. Je hebt een Nederlandse vriendin, dus ook een Nederlandse schoonmoeder. Vindt jouw schoonmoeder dat jij de ideale schoonzoon bent? Ja, dat vindt ze zeker. Waar blijkt dat uit? Nou, dat is eigenlijk ook heel simpel. Daar heb je geen wiskunde voor te hebben gestudeerd op het gymnasium. Ze is getrouwd met een Congolees. En als je Kinshasa gewend bent, is slotenvaart eigenlijk wel gewoon oké. Dus het was wel makkelijk binnenkomen. En nou, ik ben gewoon een familieman, dus zij spreekt dat uit. Zij stuurt me zelfs af en toe sms'jes. Wat ben jij, de ideale schoonzoon? Ja. Zullen we naar vraag nummer 2 gaan? Beste Ali B, vind je het fijn om een knuffelmarokkaan te zijn? Vind ik het fijn om een knuffelmarokkaan te zijn? Ja, in principe wel of niet, hè? Dat ligt eraan. De term knuffelmarokkaan die kan 2 dingen betekenen. Het kan betekenen dat je wordt geknuffeld omdat je Marokkaan bent en dus niks anders kan. In die zin denk ik van, dat is niet zo relaxed. Zo werd hij ook eigenlijk, daar werd ik ook mee geconfronteerd. Wat vind je er nou van dat ze je knuffelmarokkaan noemen, vind je dat niet vervelend? Dus ze hadden het over die context. Ja. En toen dacht ik van, jongens, geef er gewoon zelf een draai aan, maak er iets positiefs aan. En toen zei ik tegen die journalisten die me zo opzetten te focussen, zo van, vind je dat niet erg? Vind je dat niet erg? Zei ik, nee, knuffelen is lekker. Ik hou van knuffelen. Bij ons in onze cultuur knuffelen we mensen van wie we houden. En toen ben ik er gewoon echt doorgeslagen. Ik heb de koningin geknuffeld. Ik ging iedereen knuffelen. En nu heeft het een hele positieve lading. Maar, nu sta ik in het rijtje met Sinterklaas. Dat is ook een knuffelallochtoon. Ja, ja, precies. Ja. Maar ook behoorlijk onschadelijk verder. Kijk, je moet je eigen draai aangeven. Want het overkomt mij dat iemand in de wereld brengt, de Ali B, die wordt geknuffeld omdat hij Marokkaan is. Hij kan niet rappen. Die hits die hij heeft gescoord, dat is de linkse kerk. Je kan er van alles over roepen. Maar zo gaat jouw hele carrière toch een beetje, dat je dan soms word je inderdaad weer geknuffeld en dan ben je weer een tijdje uit de mode. En is ik het word, niet zo? Ik word uitgekotst en nog voor erop gedroogd ben, eten ze me weer op om me weer uit te kotsen. Het is echt. Ik heb er ook in, maar ook door zoveel verschillende groepen. Hè? Dus, We gaan naar vraag 4. Mijn vraag is, waarom ga jij niet naar de kapper? Je bent vast leuker zonder dat krullenmonster op je hoofd, toch? Ja. Maar ik vind je nog steeds heel leuk, hè? Ja, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Aan de ene kant mag ik geen hoofddoek. Aan de andere kant mag ik geen lang haar. Weet je, ik weet het ook niet meer. Nee, ik heb dit, het ziet er waarschijnlijk ook niet uit. Maar een artiest moet een klein beetje eigenwijs zijn, vind ik. Vandaar dat ik mijn haar lekker lang laat staan. En het was toch niet mijn type, dus... Oh, ja. Laten we eens kijken wat misschien iets meer jouw type is, lijkt mij nummer 6. Oh. Ik wil weten waarom die dat repertoire heeft gekozen. Oké, de repertoire bedoelt hij daar? Ja, hij bedoelt het repertoire. Nou, dat is echt. Wil je dit echt? Moet ik dit echt vertellen? Ja, natuurlijk. Die meneer vraagt het toch niet voor niks? Nou, dit wordt me ook in de voorstelling gevraagd. En eigenlijk is het ooit begonnen op de basisschool, in groep 7. Toen juf Mirjam 1 dag les heeft gegeven. 1 dag. Mm. En in die ene dag heeft zij dus meer voor mij betekend dan al die andere docenten in mijn hele carrière. Het is niet een lange carrière, ik weet het, maar toch, het is bijzonder dat ze in 1 dag meer voor mij betekent. En wat ze deed, dus we kunnen het wel even doen hier. Ja, graag. Dus ik ben juf Mirjam en jullie zijn de klas. En dit is wat er gebeurt. Jullie moeten juf Mirjam even nadoen.
Ja, doe je mee, Hero? Dat zou ik leuk vinden. Oké, komt ie aan. Vlie. Even met z'n allen, hè. Vlie. Vlie. Vla. 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 Vlie, vla. Vlie, vla. Vlie, vla, flo. Vlie, vla, flo. Fieste. Fieste. Kommenari, 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 fieste. Kommenari, 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 fieste. Het is geen Arabisch, hoor. Je kan gewoon meedoen, hè. Oh, no, 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 de fieste. Oh, no, 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 de fieste. Heksemine, salamine, oeapualamine. Heksemine, salamine, oeapua. Komt-ie aan. Heksemine, salamine, oeapua. Bibi, blio, de dode, bobo, bediede, daar, de wat, daar, shedide, daar. En toe. Doe eens een poging. Doe eens een poging. Oké. Er was één iemand in die klas die dat in één keer goed deed en dat was ik. En ik was, ja, ik was niet knap en ik was niet sterk en ik kon geen gymnasium halen, maar ik biblio de doodde mezelf dwars door die moeilijke jaren. Wat betekende dat voor jouw positie in de klas op dat moment toen jij dat kon? Ja, want ik was de enige die dit kon. Dus je was de king? Ik was de king. Vanaf dat moment stond ik graag in het middelpunt. En daar is niet veel aan veranderd. Dat is kansen grijpen eigenlijk. Ja, dat is kansen grijpen. Je bent enorm populair geworden met een televisieprogramma. Dat loopt nog. Er komt een nieuwe aflevering. Een tweede seizoen, ja. Op losse groeven. Ali ben op volle toeren. Ja. Dat zeg ik. Ja. Ali ben op volle Je begint te denken aan een boycott. Geloven. Join the family, zou ik zeggen. Wauw, goed. Dat is een uitnodiging. We hebben dankzij jou mogen we vast een stukje laten zien van de nieuwe serie. Daar heb ik geen toestemming voor. Nee, 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 maar dat weer maakt niet uit, joh. Dat hebben wij niet nodig. Waarbij je op bezoek gaat bij Corrie Koningsen. Oké. Corrie? Ja? Ali B staat voor je deur met Campy. Hé, hey, wat een mooi huis, zeg. Het is de eerste keer dat ik ooit in zo'n groot huis heb gezien. Ik voelde me heel lekker. Het zat een heel leuk sfeertje. Een mooie tuin. Ik werd er helemaal vrolijk van. Toen schreef Pierre Kartner, schreef dat liedje Huilen is voor jou te laat. Het heeft 41 weken in de top 40 gestaan. Wauw. Dat is niet normaal. Dat is niet gezond. Ik bedoel, een jaar heeft maar, wat is het, 56 weken of zo. Ja, wat van, the fuck. Ik heb gewoon hele mooie muziek. Hele toffe muziek. Ik ben... Ja, sinds vandaag ben ik eigenlijk gewoon stiekem wel een beetje fan. Ja. Het heet dus op volle toeren, nog even voor alle zekerheid. Ja. En het wordt in november pas uitgezonden. Ja. Hij is dan ontzettend... kijk, want wij zitten er om te lachen, terwijl hij toch eigenlijk echt heel erg... echt geraakt lijkt, in ieder geval. Ja, natuurlijk. Of is ook. Tuurlijk, omdat er ontstaat iets tussen twee totaal verschillende werelden. Weet je, het is hartstikke mooi omdat weet je, ze dichterbij elkaar zien te komen. Dat ontroert gewoon. In jouw theaterprogramma doe jij ook andere soortige optredens, muzikale optredens, raps. Bijvoorbeeld, je hebt een pastorale gemaakt. Ik heb voor dit programma heb ik pastorale van Lisbeth List, en Ramse Shaffi. Heb ik in een nieuw jasje gestoken, inderdaad. En... ja, iemand zijn telefoon gaat, maar dan praten we gewoon erheen. Ja. Dat gebeurt in de zaal namelijk ook. Dus ik krijg steeds meer het idee dat ik gewoon ook in zo'n theatershow sta nu, hè? Nou, dan moet je ons ook maar iets geven van die pastorale, als je wilt. Zal ik... Misschien kan iemand de telefoon in de tussentijd even uitzetten, als u toch in de gelegenheid bent. Oké. Mag ik wel heel even uitleggen het origineel... Ja. Kent u het origineel van pastorale? Nee, meen je niet. Ja, als je het hoort wel. Ja, Ramses was een Egyptenaar. Nee, dat snap ik. Ik loop je te dollen hier ook. Mag hoor, mag. Nee, Ramse Shaffi zit in die videoclip. Vertelt hij over hoe geweldig hij is, hè? En hoe groot hij is. En Lisbeth List, die is verliefd op hem. En hij is die onbereikbare liefde. Ik heb daar een twist aan gegeven. En ik heb ook gezegd, er gebeurt ook wel eens dat zo'n Ramses verliefd wordt op een simpel meisje. Maar dat meisje zoiets heeft van, jij bent mij iets te groot, iets te populair. Dat gebeurt mij overigens nooit, mensen, dat je dat denkt. Maar dat is het verhaal. Ja, daar komt hij aan. Ik steek er ver bovenuit met mijn kop. Krap wolken met mijn schouders, stop. Even op de picture.
Buurtbewoners zijn toeristen. Ik ben een monument, koop een kaartje bij de kassa. Sluit je aan bij de massa. Volle pleinen, straten zijn gedicht voor mijn gedichten. Overal security, mijn baan is listig. Daarna moet ik door, ik heb een afspraak. Praten met directeuren, voor mij is het een dagtaak. Maar wacht daar, zie ik je bij de fietsenstalling. Je ziet er kalm en niet te opvallend uit. Juist daarom val je op. Mannen met een fluitje, zonder cent. Mannen met een cent kunnen naar je fluiten. Maar je bent niet geïnteresseerd, dus ze kunnen naar je fluiten. Omdat je denkt dat het ten koste gaat van je vrijheid. Des te groter de kerel, des te kleiner zijn wereld. Des te minder beweging, jij wil het simpel. En ik baal ervan, mijn zonnestralen worden bedekt door een grote grijze wolk. Als een grote grijze wolf eet hij alles wat me lief is. Ik word boos op mijn gehossel, dus ik kap. Zet die stap bovenaan de trap. Richting de onderste treden, zonder bijzonder mijn vorige leven somber of donker te beschrijven, beschreven wordt. Hoe je me laat voelen als een monnik tegenover het leven. Ik kniel voor ik verder ga, misschien hoor ik je stem zeggen. Die Ali is een nietsnut. Maar wat is iets zonder niets? Misschien heeft niets nut. Ik heb je lief, kom alsjeblieft terug. Doei. Pastorale van Ali B.